Hallo, dag iedereen. We zijn nu aan les 3. Les 3 van ons thema met paard en zwaard in ons taalwerkboek. Werkboek, bladzijde 55, mag je dus al klaarleggen. Het gaat vandaag over ridder Martijn en ridder Koen. We hebben al heel wat over de ridders geleerd en bekeken. Vandaag gaan we er iets over schrijven. We leren vandaag een verhaal navertellen en een strofe schrijven bij een lied. Daarvoor gaan we eerst luisteren naar het verhaaltje dat er achter het lied schuilgaat. En we kijken ook naar het filmpje dat erbij gemaakt is. Klaar? Bij de koning, wij hebben niks te doen. Kom, zei de koning, versla maar eens een draak. Een draak en een mee, dat doen we al zo vaak. Kom, 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 kom. Prinses, prinses en nee, we hebben er al zes. Zo, wij zijn opnieuw bij ons liedje. We hebben maar een deeltje ervan gehoord. Hoe het liedje afloopt, dat verklap ik je nog niet. Want jij gaat zelfs ook een strofe schrijven. Ik heb hier alvast de tekst van de drie strofjes die jij al gehoord hebt daarnet en gezien hebt in het filmpje. Die heb ik klaargezet voor jullie. Ridder Martijn en ridder Koen, dat waren de twee ridders waarover het liedje ging. Ze zeurden bij de koning, we hebben niks te doen. En wat er dan allemaal gebeurt in elke strofe, dat heb je kunnen vaststellen. Tussenin wordt steeds het refrein gezongen. Mijn vraag is, welke stukjes zou jij kunnen weglaten uit het lied om toch samenvattend te vertellen waarover het lied gaat? Want dat is nu jullie eerste opdracht in je werkboek op blad 55, nummer 1. Schrijf in het kort het verhaal van die twee ridders op. In het kort, dan zou ik dus zeker geen gebruik maken van het refrein. Pomper de pom, pomper de pom, pomper de pom, pom, pom. Dat lijkt me niet zo een nuttige informatie om iets samenvattend te vertellen. Je mag gebruik maken van de woordjes eerst, daarna, dan, vervolgens, tenslotte. Dat zijn goede beginwoordjes van een zinnetje. Misschien kan jij in heel korte, samenvattend tekstje schrijven wat er tot nog toe met de twee ridders gebeurde. Enkel samenvattend vertellen, dus niet alles wat ze zegden. Ja? Daar begin je al mee. Tweede oefening. Hier moet je zelf een strofe verzinnen. Maar we hebben al ontdekt dat in dit liedje veel woordjes bij zitten op rijm. Wanneer we gaan kijken, ik heb het lied er hier nog eens naast geplaatst. De ridders moesten van alles doen. Wat zouden ze nog kunnen doen? Dat is een tip die ik u geef of een vraagje dat ik u stel om zelf
op zoek te gaan naar die nieuwe strofen. Wat ze zoal gedaan hebben, versla dan eens een draak, dat was een eerste opdracht. Red dan eens een prinses, dat was een tweede opdracht. Ga rijden op het paard, dat was een derde opdracht. Wat zouden ze nog kunnen doen, dat moet jij hier schrijven. Maar de twee ridders die herhalen steeds vragend in het kort een draak, een prinses, het paard. Jij moet dus zelf nu een zinnetje bedenken van wat ze kunnen doen. Een korte herhalende vraag erachter schrijven. En dan moet je denken aan uw rijmwoord. Want welk is het rijmwoord op draak in de volgende zin? Juist, vaak. Welk is het rijmwoord op prinses in de volgende zin? Juist, zes. Welk is het rijmwoord op paard? Juist, staart. Nu mag jij aan de slag gaan. Bedenk zelf maar een leuk strofe. Ik ben benieuwd. Misschien hoor ik jouw lied nog wel. Of misschien kan je het mij wel typen en doorsturen. Welke strofe jij er nog extra bij hebt bedacht. Ik heb alvast het vervolg van het lied en zelfs een nieuw filmpje voor jullie klaar. Luister ook maar eens naar dat lied. En je mag ook je eigen strofe erbij zingen. Dat is wel leuk, hè?